Komen we bij de volgende vraag. En die gaat dus over het geven van sadaqa. De vraag gaat als volgt. Mijn man geeft mij elke maand een bedrag waar ik soms een sadaqa mee doe. Hier is hij het eigenlijk niet mee eens en vindt het onnodig. Maar het geld is wel voor mij. Dat hebben we afgesproken. Ben ik dan zondig en krijg ik geen hasanat als ik toch de sadaqa uitgeef? Want ik vind het belangrijk om de juiste beloning ervan te ontvangen. Dus dan zou ik graag willen weten of het juist is wat ik doe. Allahu Akbar. Hetgeen wat in mijn hoofd voorkomt is een kettingreactie. Die man geeft haar geld. Als hij de intentie maakt dat hij dit geeft aan haar uit vorm van sadaqa, gaat er met hem een geweldige beloning voor. Die we eerder hebben genoemd over die twee engelen. Zullen die dua voor hem maken. Dan zal ik voor hem een profeet aanzien in de dunya en in de akhirah. Want wat zegt de profeet? Hij zegt, as-sadaqatu la tanqusu min mal. Dus als hij het uitgeeft met de intentie dat deze sadaqa voor haar is. En zij zegt dat het dan haar geld is. Want op het moment dat hij het geeft, is het haar geld. En heeft de vrouw eigenlijk de keuze wat ze met het geld zou doen. Dus op het moment dat zij dan ook uitgeeft in sadaqa zitten, bi'idnillahi ta'ala voor hem ook beloning aan vast. En voor haar ook bi'idnillahi ta'ala. Om het feit dat hij, zij geeft aan, we hebben dat afgesproken. Dat is misschien een voorwaarde in hun huwelijk. Zij geeft haar geld, dan is het haar geld. En dan kan ze eigenlijk ermee doen wat ze wil. Maar als hij het nou aan haar geeft, met de intentie dat hij het geeft aan sadaqa, alles wat zij met dat geld doet aan sadaqa zal ook voor hem wat beloning zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zei ik, hetgeen dat in mijn hoofd omkomt, is een kettingreactie. En zoals wij net zeiden, as-sadaqa tu la tanqusu min mal. De sadaqa neemt nooit het geld in vermindering. Het vermeerdert alleen in hasanat in het hinama's, maar ook in wat in jouw dunya. Inshallah ta'ala is het voor haar en voor hem beide hasanat in deze zaak. En wat misschien nog mooier is, mocht het zo zijn dat ze kinderen hebben, dat ze dit element ook naar voren brengen bij de kinderen. Dat je de kinderen opvoedt met het vrijgevige gul zijn. Dus er zitten vele, inshallah ta'ala, voordelen gepaard met deze zaak. Inshallah ta'ala is het niet dat zij zondig is, want zij zegt, we hebben dit afgesproken, dus het geld dat hij aan haar geeft, is haar en wordt haar bezitting. En dus, als ze die sadaqa bi'idnillahi uitgeeft, zal dat bi'idnillahi ta'ala voor hem ook een beloning aan vastleggen. Helemaal ook als hij het geeft uit de vorm van dat het sadaqa is voor haar. Inshallah. Wallahu a'lam. Bedankt voor het kijken. Like deze video en abonneer op ons kanaal als je elke week een dienreminder wilt. Tot de volgende keer. Assalamu alaikum.